Vandaag heb ik te gast Derk-Jan Epping, een Nederlander in het parlement hier voor Vlaanderen. Meneer Epping, goedemiddag, welkom in het Europees parlement hier. Hoe kan het zijn dat een Nederlander voor België in dit parlement zit? Nou, het is mogelijk omdat ik ben een Nederlander, ik heb een Nederlands paspoort, maar ik heb jarenlang in België gewoond. En toen in Vlaanderen Jean-Marie de Dekker aan de verkiezingen wilde meedoen met zijn partij, had hij een lijst nodig voor de Europese verkiezingen. En iemand die een beetje verstand had van Europa, die heeft aan mij gevraagd, wil jij dat doen en wil je een programma maken, een lijst maken enzovoort. En zo ben ik eigenlijk voor een Vlaamse lijst, om precies te zijn, in het Europese parlement gekomen. Oké, nou, je staat hier bekend en ik ken je ook als een kritisch volger van Europa. Je bent kritisch op dit Europa. Je hebt er ook een prachtig boek over geschreven. De Toren van Babel staat in Brussel. Een mooie titel ook. Kun je er iets over vertellen? Hoe ben je tot dit boek gekomen? Nou, ik heb vroeger al veel in de Europese Unie gewerkt. Ik heb gewerkt in het kabinet van Frits Bolkestein bijvoorbeeld. En ook in het kabinet van commissaris Callas. Voordien ben ik een keer assistent geweest in het Europese parlement. Dus ik ken het Europese parlement en de Europese Unie van verschillende invalshoeken. En toen ik hier een jaar zat, dacht ik van ik wil toch eens een boek schrijven om te zeggen wat ik er nou van vind. En waar het naartoe gaat en wat er verkeerd is. En toen ben ik met dat idee gekomen. Dat heb ik overigens geschreven merendeels in vliegtuigen tijdens reizen. Een boek met de titel De Toren van Babel. En dat geeft ook precies het gevoel weer wat ik heb. Ik heb soms de indruk dat we bezig zijn om die Toren van Babel te bouwen. Wij willen eigenlijk alles doen. We willen alles tegelijk doen. We willen steeds grotere budgetten gaan maken. In die grote ambitie eigenlijk verliezen we de realiteit uit het oog. En ook de soliditeit van het geheel. Natuurlijk kan het dan gebeuren dat op een zeker moment die toren in elkaar gaat zakken. We hebben natuurlijk al een voorbeeld gehad met de euro. De euro betekende vorig jaar dat een aantal etages begon te verzakken in dat bouwwerk. Dat hebben we moeten opstutten met heel veel geld enzovoort. Maar het blijft natuurlijk een hele fragiele constructie. Dus als we te veel willen en te veel tegelijk en de prijs voortdurend blijven opdrijven, dan gaan we naar dat Toren van Babel effect toe. En dat probeer ik juist te voorkomen, want als het in elkaar zou storten, om wat van reden dan ook, dan ligt onder het puin liggen de pensioenen van miljoenen mensen in Europa en de uitkeringen van miljoenen mensen. En dan worden we teruggedrukt in de tijd. Dus het is eigenlijk een signaal, een wake-up call om de mensen wakker te maken. En vooral om de Europese elite in Brussel wakker te maken. Want die zijn eigenlijk het meeste bevangen door de illusies. Ja, ik denk dat wij het op dat punt heel erg eens zijn. Nou. Ik vond het ook een heel leuk boek om te lezen. En ik kon er ook erg in herkennen. Kun je nog eens noemen waarom het Europees Parlement nu faalt in haar taak? Waarom is dit geen goed parlement? Nou, het Europese parlement heeft eigenlijk heel weinig oog voor wat de bevolking wil, vreemd genoeg. Een parlement moet eigenlijk de bevolking vertegenwoordigen. En wat je hier ziet is dat je een parlement hebt met heel veel parlementsleden. Die zeggen thuis het ene en die doen hier het andere. Dat is niet de PVV, want de PVV, wat de PVV thuis zegt, zegt zij hier ook, heb ik begrepen. Dat geldt ook voor mij. Maar in heel veel grotere partijen hier, en vooral bij Christendemocraten en bij liberale groepen enzovoort, zie je dus parlementsleden die zeggen thuis, wij zijn tegen Europese belastingen, terwijl hier werken ze eraan mee. Thuis zeggen ze, wij zijn tegen een groter Europees budget, maar hier stemmen ze daarvoor. Dus je krijgt een parlement dat eigenlijk loskomt van de bevolking. Dat gaat een soort eigen leven leiden. En dat wordt een instelling waar men zegt, we willen altijd meer, groter, mooier en hoger. En dat is dat effect van die Toren van Babel, vind je eigenlijk het meest terug in het Europees parlement. Je vindt het niet zozeer terug bij de Europese Raad. Je vindt het ook wel terug bij de Europese Commissie. Maar je zou kunnen zeggen dat het Europese parlement, dat is eigenlijk het Vaticaan van het Europees federalisme, van het idee dat we naar één grote Europese staat gaan zoals het in het Engels heet, de ever closer union. Dus als het ware een unie die organisch toegroeit naar één grote staat. En ik denk als we daarnaar streven, dan breekt het af en stort het in elkaar. De Europese Raad, nog even voor de kijkers, dat is de groep regeringsleiders van de landen die bij elkaar komen. En de Europese Commissie is hier een soort dagelijks bestuur die over Europa moet waken. Ja. Dus dat is even voor de helderheid. Want hoe zie jij dan dat Europa zich wel zou moeten manifesteren? Heb je daar een visie op? Ja, ik vind dat Europa
zich moet beperken tot een stuk of 6 kerntaken. En wat zouden die zijn? Het belangrijkste is natuurlijk de interne markt. De meeste zijn natuurlijk eigenlijk economische taken. Mm-hmm. Ook de hechtheid en de soliditeit van de euro. In het verleden hebben we geprobeerd de euro als het ware sterk te houden met afspraken. Die afspraken zijn allemaal geschonden. Nu moeten we proberen nieuwe afspraken te maken enzovoort. En ik vind dat dat eigenlijk onze hoofdtaken zijn. Dat zijn voornamelijk economische, monetaire. Op het gebied van milieu kun je natuurlijk heel ver gaan. Buitenlandse politiek in beperkte mate. Want dan gaat het met name om de grote staten in Europa die de dienst uitmaken. Maar je moet je in zekere mate beperken in wat je wilt. En het probleem van de Europese Unie is dat het eigenlijk zonder beperking is. Dat het dus in feite alles wil doen. En wat ik probeer te doen in dit parlement is ervoor te zorgen dat Europa bij de les blijft. En zich toelegt op die hoofdtaken en niet te veel afdwaalt. Ja. Maar dat is heel moeilijk omdat men heel snel dan zegt, jij steunt ons niet volledig. Jij steunt ons niet in onze droom. Jij gelooft niet. Dus jij bent anti-Europeaan. En dan word je als een ongelovige afgeschilderd. En dan word je in de zaal heel kwaad bekeken door de zogenaamde pro-Europese meerderheid die voor die Europese staat is of die eenwording op hoog niveau. En word je in een hoek gedrukt terwijl je eigenlijk degene bent die zegt van pas op, ga niet te ver. Je bent eigenlijk de kanarie in de kolenmijn. Ja. Maar ze willen die kanarie niet hebben, want die begint te piepen en dan worden ze zelf een beetje bang. Dus die kanarie moet weg. Ja. En dat is de taak die ik aan mezelf toebedicht. Dus ik krijg geen medailles, ik krijg geen eer, ik krijg niks. Ik krijg veel kritiek, maar ik zeg wat gezegd moet worden. En wat vinden jouw kiezers in België van hoe je het doet? Heb je daar een idee bij? Kom je met je boodschap over in België? Of? Ja, in België ben ik natuurlijk een uitzondering. Ten eerste al omdat ik als Neder-Belg in het parlement ben, ben ik de eerste Nederlander die via de Belgische politiek in het Europees parlement is gekomen. En ten tweede zijn de Belgen in het algemeen heel pro-Europees. Zij willen eigenlijk een Europese staat. Ze willen een Europese regering, omdat dat de problemen van België oplost. Zoals je weet heeft België geen regering. België weet niet meer wat het moet doen. Dus België zegt, onze oplossing is Europa. Europa in godsnaam, neem ons over. Ja, is dat desnoods, het gevoel? Ja, desnoods met een Europees leger, met een Europese belasting, maar los onze problemen op. En ik zeg dan tegen de Belgen, het is niet Europa dat je problemen kan oplossen. Die kun je alleen zelf oplossen, want er is geen Europese staat waarin je kunt opgaan. Je hebt de lidstaat België en misschien komt er een lidstaat Vlaanderen op een zeker moment bij. Maar Europa en de Europeanen kunnen niet jouw problemen oplossen. Die moet je zelf oplossen. En dat is iets waarvan men nog niet helemaal doordrongen is. Dus mijn positie in vergelijking met de andere Belgische politici is eigenlijk een positie van een buitenbeentje. En zo kijken de Belgen ook tegen je aan als een buitenbeentje? Nou, jij zegt de Belgen, ik ben gekozen in Vlaanderen. Dus Vlaanderen was mijn kiesdistrict. En er zijn wel veel Vlamingen die dat ook vinden. Dus er is wel een behoorlijk deel van de Vlamingen die is herkend in wat ik zeg. En ik heb ook redelijke toegang tot de Vlaamse media via de kranten en regelmatig via radio en televisie. Dus ik kan mijn stem wel naar voren brengen en mijn positie. En er zijn veel Vlamingen die dat ook vinden. En je ziet ook in België de ontwikkeling van Vlaanderen dat steeds meer autonoom wordt. En mensen die zeggen Vlaanderen moet op den duur een lidstaat worden in Europa. We moeten onze eigen stem hebben in Europa. En ik denk dat wordt de richting waarin het gaat. Ja, dus de splitsing van België in twee afzonderlijke staten. Ja, dat is een soort van splitsing van geesten in ieder geval. Er blijft misschien een soort van samenhang, maar daaronder zie je eigenlijk de ontwikkeling van twee aparte gemeenschappen. Namelijk een Franstalige en een Vlaamse. En de Vlamingen kunnen dan op het best eigenlijk zeggen op een zeker moment, wij willen een lidstaat worden in Europa en voor onszelf kunnen spreken. Dat lijkt me heel verstandig. Ja, ja. Goed, dan gaan we nog naar Europa. Want Europa heeft de neiging zichzelf steeds verder uit te breiden. Dat heb je al gezegd. De meerderheid van dit parlement steunt dat ook. Die wil alleen maar meer. Er staan natuurlijk een aantal landen in de wachtrij om ook toe te treden. Turkije is natuurlijk een heel belangrijk voorbeeld daarvan. Hoe sta je daar tegenover? Nou, daar ben ik niet voor. Ik ben dus voor een Europese Unie die zich toelegt op hoofdtaken. Ik denk dat dat ons het meeste welvaart brengt. De meeste mogelijkheden geeft voor economische ontwikkeling. Die we nodig hebben voor de pensioenen in de toekomst enzovoort. En als we zeggen we gaan ons uitbreiden met Turkije erbij. Dan is dat een brug te ver. En dan vrees ik
dat die toren van Babel definitief instort. Want Turkije vind ik te groot. Het is ook, het is ook een arm land. Het is ook een totaal ander land. Het is een mythisch land. Nu, op zichzelf is dat nog niet zozeer voor mij een bezwaar. Maar het grootste bezwaar is dat de toetreding van Turkije tot Europa eigenlijk de hele zaak doet zinken. En daar ben ik niet voor. Ik denk dat we er beste van af zijn als we heel goed samenwerken. We hebben al grotendeels een interne markt tot stand gebracht. Een vrij verkeer van goederen bijvoorbeeld. Wat heel goed is. We kunnen handelsakkoorden hebben. Maar ik denk dat lidmaatschap van Turkije bij de Europese Unie het einde is van de Europese Unie. En ook misschien een Turkije dat dan de grootste lidstaat zal zijn. En zal zeggen in Brussel, wacht eens even jongens, ook Duitsers, wij zijn de grootste hier. Zo dadelijk met bijna 80 of 90 miljoen mensen. Wij zijn de baas en hier gebeurt niks zonder onze toestemming. En dat zal de situatie zijn die we dan aantreffen. Maar dan zijn we wel te laat. Dan vissen we achter het net. Dus vandaar dat ik zeg, Turkije niet doen. Met Turkije een goed handelsakkoord, maar geen lid van de Europese Unie. Ik ben daar eerlijk in. Ik zeg dat hier, ik zeg dat in Vlaanderen. Maar ik merk ook hier weer dat er heel veel politici zijn die thuis het ene zeggen en hier het andere zeggen. En die schizofrenie van veel Europese politici in wat zij thuis zeggen en wat zij hier zeggen, dat moeten wij bekritiseren. Want dat is onduidelijk voor de kiezers. Want de kiezers worden eigenlijk voortdurend bedrogen. En ik ben blij dat uw partij wat dat betreft er is om dat naar voren te brengen. En mijn partij in Vlaanderen, wat wij thuis zeggen, zeggen we hier ook. Ja, dat lijkt me een heel mooi streven om thuis hetzelfde te zeggen als hier. En wat dat betreft ons als eerlijke politici inderdaad op te stellen. Nog even terug naar die eurocrisis. Want je bent wel voor economische samenwerking, ook voor een monetaire unie. Want die is er en die moet je goed bewaken. Hoe zou je dat het beste kunnen doen? Wat is nu volgens jou het beste om te doen om onze belangen te behartigen? Ja, ik denk dat we naar moeten streven dat in de eurozone wij duidelijke afspraken hebben over het begrotingstekort, de schulden enzovoort. Dat we de financiële discipline moeten hebben die we in Duitsland zien. Wat dat betreft vind ik dat de eurozone en de euro alleen kan overleven als het dezelfde hechtheid en sterkte heeft als het Duitse monetaire beleid, het Duitse begrotingsbeleid enzovoort. Ik zou niet zeggen aan Duitsen wezen zal Europa genezen. Maar in ieder geval is het wel zo dat als we ons niet aan die regels houden en we gaan maar door met begrotingstekorten en we gaan maar door met het maken van schulden. En we willen dan ook nog eurobonds om nog meer schulden te kunnen maken. Dan zakt op zeker moment die euro in elkaar. Dat wordt een soort van kermismunt dat niet meer houdbaar is en niet meer ondersteund wordt door de economische realiteiten. De euro is eigenlijk een soort van politiek project geweest. En men heeft gezegd, we hebben de euro en dan gaan al die economieën naar elkaar toe groeien. En in de praktijk is precies het omgekeerde gebeurd. Dus als we er niet voor zorgen dat die euro wordt vastgepind op een hechte economische basis met een competitieve economie, een economie die presteert, die kan exporteren, die banen schept enzovoort, dan heeft die euro geen toekomst. En daarom zeg ik, de euro ofwel richt zich op hoe de D-mark was en houdt zich daaraan, of de euro ontspoort en stort in elkaar. Maar de landen, er zijn afspraken gemaakt, ook bij Griekenland toen ze toetraden. Maar ze houden zich er niet aan. Dus hoe gaan we nu om met landen die zich niet houden aan de afspraken? Overigens ook Duitsland heeft zich niet aan de afspraken gehouden. Ja. Nederland ook niet. Dus, maar Griekenland natuurlijk al helemaal niet. Nee. Die hebben er nog nooit aan voldaan. Nou, dat is de grote les geweest van de afgelopen 10 jaar. We hebben de stabiliteitspact gemaakt. Toen de regels golden voor onszelf, hebben we gezegd van ja, maar nu veranderen we de regels. Nou, dat moeten we dus niet meer doen. Men is nu bezig met economic governance. Dat is een ander woord voor hechte budgettaire samenwerking. Zodat onze budgets geen grote tekorten meer hebben enzovoort. Zodat iedereen zich houdt aan financiële discipline. Dat is de enige herkansing die we hebben. En als we dat niet doen, dan gaat het mis met die euro. En dat maar moet als goed landen zich daar nu niet aan houden. Kijk, we kunnen afspraken, die zijn er, maar landen houden zich er niet aan. Ik vind, als landen zich daar niet aan houden, dan kunnen ze beter de eurozone verlaten. Ja, dus wat je krijgt is dat één land begint die hele zone te vergiftigen. En die zegt dan van, nou wij gaan lekker door, want als je ons eruit gooit, dat mag toch niet. En we laten ons er niet uitzetten. Dus we moeten duidelijk maken aan landen. En daarom ben ik ook voor een zogenaamde exit-clausule. Dat wil zeggen dat een land uit de eurozone kan worden gezet.
Want als ze zich niet aan de regels houden, dan wordt het eruit gezet en moeten de hoge prijs betalen van alleen komen te staan. En ik heb dat verschillende keren in het Europees Parlement naar voren gebracht. Maar dan zeggen de grote heren van de Europese Commissie, die zeggen ja, maar dat komt niet overeen met ons idee van de ever closer union. Van de steeds hechter wordende Europese Unie die eigenlijk naar één entiteit toegroeit. Dus je mag niemand aan de kant zetten. Maar het gevolg daarvan is dat elk land, hoe klein ook, kan beginnen met het vervuilen van die eurozone van binnenuit. En de rest eigenlijk chanteren. Dus er moet op een of andere manier een mogelijkheid komen om een land uit de eurozone te zetten. En als het een financiële puinhoop ervan maakt, om de schulden te herstructureren. Dat is de enige manier om de zaak weer schoon te maken. En dat is de enige herkansing die wij hebben. Want anders verpesten wij die hele euro. Nu zien we dat er dan ook een heleboel Europeaan of Europese leiders zeggen. We kunnen natuurlijk ook een soort nog meer Europa hebben, zodat uiteindelijk Europa gaat beslissen over onze budgetten en een stuk soevereiniteit opslokt van de landen. Dat is nu de richting waarop het op lijkt te gaan. Hoe sta je daar dan tegenover? Wat betreft die budgetten ben ik het daarmee eens. Omdat landen alleen moeten worden toegelaten tot de eurozone of moeten worden gerespecteerd binnen de eurozone als ze hun budgetten goed controleren en onder beheer houden. En als ze hun budgetten laten ontsporen, dan creëren ze een ramp voor iedereen. En dan vergiftigen ze eigenlijk de hele eurozone van binnenuit. Je kunt alleen maar een monetaire unie hebben als je ook een budgettaire unie hebt, als het ware. En zover kunnen wij gaan. Dat is ook de grens. Maar als je verder gaat, zoals sommigen willen, met het uitgeven van eurobonds, dan ga je opnieuw schulden maken. Want eurobonds betekent euroschulden. En je kunt de schuldencrisis van nu niet oplossen door nog meer schulden te gaan maken. Dus er zijn ook mensen die zeggen van ja, maar dan hebben we toch meer Europa. Al is het dat we één grote schuldenzone zijn. Dat is natuurlijk totaal verkeerd. Want we gaan de toekomstige generaties opzadelen met enorme schulden. We krijgen het probleem van de vergrijzing en van de hogere pensioenen en de hogere uitgaven voor de gezondheidszorg. En daar gaan we ook nog eens een keer schulden bij maken. Dus daarom ben ik echt valikant tegen die eurobonds. Dat is een vrij geniepige manier om een soort van ever closer union te maken, maar dan op een totaal negatieve manier. Ja, ik denk dat we het op dat punt ook heel erg eens zijn. Ja. Ook de PVV heeft zich altijd tegen die eurobonds uitgesproken. De Nederlandse regering trouwens ook, gelukkig. Want we worden inderdaad een beetje in de schuldenproblematiek van Griekenland gestoken. En wij financieren uiteindelijk de Griekse problemen op die manier. Ja. Dus ik heb veel zaken gehoord waar we het over eens zijn. Hoe zie jij de samenwerking tussen jouw partij en de PVV in dit parlement? Zie jij daar een toekomst voor? Vind je dat we dat moeten verstevigen? Of? Nou, wat je ziet is dat ik zit in een fractie met de Britse conservatieven. Dus we hebben een conservatieve groep gevormd van mensen die eigenlijk als het ware een soort van wettelijke oppositie zijn in het Europees parlement voor zover dat mogelijk is. Want je wordt natuurlijk dan wel met de nek aangekeken. Nu, de PVV wordt nog meer met de nek aangekeken. Vanwege allerlei beschuldigingen die er worden gemaakt in het Europees parlement. Ik hoor dat heel vaak. Ik doe daar niet aan mee. Ik neem de PVV serieus. Ik denk ook dat er veel punten zijn die overeenkomstig zijn. Ik heb in Vlaanderen meegemaakt dat men één partij volledig uitschakelde. Het Vlaams Belang. Destijds Vlaams Blok, dat men ging criminaliseren enzovoort. Terwijl het 1 miljoen stemmen had. Ja, maar dat 1 miljoen stemmen, dat zijn 1 miljoen kiezers. Die mensen moet je serieus nemen. Dat is een signaal. Daar moet je naar luisteren. En dat vind ik dat met de PVV ook zo is. En daarom ben ik ook blij met de huidige Nederlandse regering, waarin de PVV een constructieve rol vervult. En we nu ook een regering hebben die past bij datgene wat er leeft in de bevolking. Want heel vaak leeft er iets in de bevolking en dan komt er een regering die het tegenovergestelde predikt. En dat moeten we natuurlijk niet hebben. En ik denk dus ook, en aangezien de PVV toch redelijk wat mensen heeft hier in het Europees parlement, 4, 5. Vijf als ik het goed heb. Vijf? Ja, dat worden er vijf. Het zijn er nu nog vier. Ja. Ah ja. Ik heb al verschillende keren gezien, als er hele hete politieke thema's zijn in het Europees parlement, dan komt er een stemming tussen links en rechts. En dan kan één of twee stemmen kan de doorslag geven. En niet zelden natuurlijk zijn dan de stemmen van de PVV aan de rechterzijde zeer welkom. In mijn achterhoofd houd ik daar ook altijd rekening mee. Want dan niet alleen moet ik ervoor zorgen dat in mijn fractie iedereen komt stemmen. Maar ik kijk ook altijd om mij heen of iedereen er is. En als we dan zo'n stemming hebben waarbij links met allerlei grote verhalen komt aanzetten en er is een echte solide rechtse meerderheid nodig, ja, dan komt het aan op één of twee stemmen. En dan zijn de stemmen van de PVV ook hard nodig. Ja.
Inderdaad komt het vaker voor dat net een paar stemmen het verschil kunnen maken. Ja. En dan kunnen wij net de goede kant op vallen. Ja, en daar in dat soort opzichten kunnen we natuurlijk samen optrekken. Op een heleboel punten zijn we het eens. Niet over alle punten. Ik denk dat wij nog iets kritischer zijn. Nog iets minder Europa willen. Wat minder taken. Jullie willen het Europese parlement ook afschaffen. Uiteindelijk willen we het afschaffen. Overbodig maken door de bevoegdheden terug te brengen naar de nationale parlementen. Jij bent daar niet voor, begrijp ik? Het Europese parlement wil ik efficiënter maken. En ik wil het meer een parlement maken dat ook de opinies die leven in de bevolking vertegenwoordigen. En niet een soort van kunstmatige, quasi-bureaucratische instelling die alleen maar datgene roept wat de bevolking niet wil. Dus er is absoluut een correctie nodig in het Europese parlement. Een reality check. En dat is precies de reden waarom ik dat boek heb gemaakt. Want als die reality check er niet komt, dan gaat datgene gebeuren wat met de Toren van Babel is gebeurd. En dat kennen we. Goed, een reality check. Een mooie laatste oproep van Dirk-Jan Epping. Ik wil je ontzettend bedanken om te gast te zijn en je voor te stellen aan de PVV-kiezers die dit filmpje bekijken. Ik hoop ook dat ze je boek lezen, want ik vond het een heel goed boek. Ik ben het niet met alles eens, maar de lijn dat we kritisch naar dit Europa moeten kijken, dat Europa geld verspilt en dat Europa veel te veel doet, daar zijn we het hardgrondig over eens. Dus ik wil je hartelijk bedanken voor je komst. En ik hoop dat we nog lang kunnen samenwerken hier. Dank je zeer. Graag gedaan.